Water, hè? Is er wel? Kijk, kleed, extreem oud hier. Ja, ik bouw je zelf van. Ja. Met wie ik onder, rond het vriespunt vannacht heen sta. Ik kom op, ja, heel lekker, het zijn wel lekker. Maar die spasmen zijn hier net meer normaal. Gerrit Dijkstra, we zitten hier weer in de haven, maar we zitten in Starem. Ja, ja, het woont net. De eerste 3 of 4 kilometer ging hartstikke goed, alleen toen kreeg ik heel veel last van spasmen in mijn voeten. En dat had niks met conditie te maken, want die hak, kracht had ik niks met een maatje in. Alleen, ja, dan ben ik natuurlijk de kelt. Het water weer zo koud en ik kan mijn spasmen ook net onder controle krijgen. Nee. Nee, dat bezit dan eigenlijk direct einde oefening, hè? Want ja, dan had verder zwemmen geen zin. Nee, want we hadden het seksje om in een boot gaan zitten. En dan hebben we bepaald, geven we nog verder, geven we net verder. Maar dit ging absoluut het net. Nee, dit wie, ik kan er nog steeds les van. Ik kijk wel naar warme douche geweest, maar ik had de trilling had ik nog steeds in de voeten. Ja, nou, hier is de eerste kilometers moesten natuurlijk even het ritme vinden. Even zien wel uit de ademhaling, hoe maak ik er de goal van heen. En, ja. Maar daarna begon de voeten. Ja, nou, in de eerste 10 minuten werd even de golven wennen. Op zich helemaal geen les van de golven gewoon. Ja, beste golf gezien er wel. Maar ja, op zich geen les van de golven. Ja, peken wat wetter binnen kreeg. Ja, toen begon die spasmus. En toen kreeg ik steeds meer wetter binnen, steeds meer wetter binnen. En ik weet gewoon, ik weet al na 4 kilometer weer al burg. En dat ben ik ook nooit. Nee. Nee, want toen had je er het hier al zien in de Friesman, daar zit ik een zwemtraject bij, 3,8 kilometer, dacht ik. Dat had je door hellen. Ja, maar dat had ik hellen, ja, maar dat weet ik vol oorzaak. Het werd er weer koud, maar dan gingen we een rondje. En dan hadden we eerst dus een stukje zien de golven in. En toen gingen we helemaal geen golven. En toen gingen we met de golven mee. En toen gingen we een stukje golven. Dat was heel wat oors. En dat weet ik het begin van het jaar. De temperatuur werd volle warmer. Nou, dit ik gewoon zak hoor. Dit weer 14 graden volgens mij, het krijg zijn 13-14 graden. Nou ja, en misschien vorige week hadden we die dikke hagelbuien gewoon hier. Nou, het werd er sabot alcohol in één keer, dat neem ik ook. En dus moest een hele moeilijke beslissing nemen, want door hier zijn zin zet om als eerste para-atleet over deze mat te zwemmen, ja, dat moest minimaal een seizoen uitstellen. Ja, dat doe ik. Kijk bij Sportactive bij Alexander Hulleman opraten dat ik volgend jaar wedwang en dat geef in juli. Dus ik probeerde alsnog de eerste paar atleten te wijzen. Maar ik ben wel de eerste die het proberen had. Dus dat haak ik in mijn eigen boezel al gelukkig. En ja, volgend jaar geef ik hem mee proberen. En taak om hier, best 7 misschien dat ik de eerste die het helpt. Ja, dat geef ik wel vanuit, ja, dat ik het dan wel hel. Ja, ja, dit is gewoon even onmacht. Best al een liefst beetje hoe de eerste teleurstelling hennen? Nou, het zit nog wel behoorlijk in mijn achterholen, ja. Maar ik vind ook gewoon trotseren tot volgend jaar. En dan gaan we weer wedstrijden. Want het indoors, hè? Nee, je verliest pakken en trok in. Net zoals Maarten van der Weijden zei, hij zei, ik koor ik net verder. Nou ja, ik koor ik net verder. Nee, wie medisch verantwoord, net verantwoord dat ik verder ging zo. Dus ja. Alvast lekker trainen voor Takamir. Nou, dat gebeurt zeker, dankjewel.